Ik open mijn ogen en word wakker door de stilte. Opeens is alles anders. Afstand heeft nooit zo groot geleken. Afstand van alles wat me lief is. Maar deze afstand laat voelen wat mij dichtbij is. Jij. Een oude man staat achter het raam. Knuffels op de vensterbank. Wachtend op de buurkinderen. Daar komen ze. Zwaaiend en zingend. Ik ga langs bij de kleermaker op de hoek. Voor het eerst neem ik tijd voor een gesprek. Nu weet ik ook haar naam. Ze vraagt hoe het met me gaat. Nooit eerder waren de straten zo leeg. Nooit eerder waren mijn gedachten zo vol. Nooit eerder waren we zo afgezonderd. Nooit eerder waren we zo verbonden. Fashion industry is expected to be hit hard by the pandemic. Sales are predicted to drop. The fashion industry worldwide is affected by this. Fashion has always known the importance of anticipating and adapting to the world. Fast forward to May 2020 as the world grapples with the COVID-19 pandemic. People are employed making clothes. Many now fear they could lose their job. But summer fashion weeks in Paris and Milan have been cancelled or postponed. Will this be an opportunity really for the luxury industry to rethink? And for fashion, its impact has been far-reaching. Bangladeshi garment makers are back at work after a month-long lockdown. Due to the virus and all the factory shutdown. This is what a fashion show looks like in 2020. COVID-19 is cutting into the fashion industry. Do not cancel a single order that has been placed. The industry is significantly affected. Confronted with a global pandemic, fashion has no choice but to evolve. Hoe blijven wij verbonden als afstand nemen belangrijker is? Deze tijd heeft de creativiteit in ons naar boven gebracht. We zijn online verbonden en namen afstand in het echt. We gingen op zoek naar verbondenheid en identiteit. Want wie ben jij zonder gemeenschap? Alleen zijn zet op nadenken. Wat je allemaal kan missen. Maar we denken nu in oplossingen. De afstand voor elkaar verandert in verbondenheid door elkaar. Dichtbij is dichterbij dan ooit. Hoi, mijn naam is Mathiel Stede. Ik ben 21 jaar, kom uit Amsterdam en ik run het kledingbedrijf Coldwash. Afgelopen tijd ben ik bezig geweest met een nieuw producent in Istanbul. En de laatste development daarin is... Er zijn een aantal wash tests die we hebben gedaan met Isco Denim, die hij heeft opgestuurd. En deze leg tubes, zoals het heet, hebben we gewassen met Eco Stones. En Eco Stones zijn vergelijkbaar met pumice stones, de stenen die gebruikt worden om te stonewashen. En het verschil is dat deze stenen, deze Eco Stones, niet echt van steen zijn, maar van een kunststof. Hierdoor kunnen de stenen vaker gebruikt worden dan normale stones. En daarnaast vervuilt het water minder, omdat er dus niks vrijkomt van de stenen. En dit is een duurzame oplossing waar ik dus nu op het moment naartoe aan het werken ben. Ik merk dat ik een stuk vrijer ben in waar ik kan werken. Dus in dat opzicht heeft het me wel veel geleerd. Ik kan dus gewoon, eigenlijk het enige wat ik nodig heb is mijn telefoon. En of laptop. En op zich kan ik dan overal aan de slag. Dus ik denk dat ik in de toekomst, als alles weer back to normal is op het gebied dat ik op kantoor kan werken, denk dat ik nog steeds wel op andere plekken wil gaan werken. Omdat het ook voor andere soort inspiratie zorgt. Ja, any place waar ik me comfortabel voel. Omdat er dus zoveel chaos was in China voornamelijk,
heb ik het gevoel dat dat wel iets ermee te maken heeft kunnen hebben. Daarnaast heb ik nieuwe producenten leren kennen, waar ik mee ga samenwerken voor de volgende collectie. En die zitten dan in Turkije. En ik ben van mening dat ik door dus corona eerder in contact heb kunnen raken met hun. Omdat ze eerder mijn business willen. Omdat ze merken dat de grotere bedrijven die misschien hun orders hebben gecanceld of whatever, dat die gewoon minder te vertrouwen zijn. En dat ze mij nu ook meer een kans willen geven en kunnen geven. Local Organic zorgt ervoor dat kleding op maat gemaakt kan worden met duurzaam geproduceerde stoffen in eigen land. De klanten kunnen door middel van de app precies hun maten meten en vervolgens uitzoeken welke stoffen en kleuren ze willen gebruiken voor hun eigen designs. Een stof gegroeid uit schimmels, een perfect alternatief voor katoen en leer, welke altijd 100% afbreekbaar is. Formaat appelleer wordt gemaakt van appelresten. Het productieproces heeft weinig toevoegingen nodig en is hierdoor erg milieuvriendelijk. Dit en andere materiaalopties zijn te vinden in de app. Wij staan wisselend op meerdere plekken in Nederland en hopen voor vele lokale designs te maken. Een online manier die jou verbindt met je lokale tailorshop. Een verbintenis van de mode-industrie naar een product dat lokaal wordt geproduceerd. Van het organisch afval van je lokale café naar unieke garderobe. Lokale bedrijven gebruiken organisch afval. Dit is niet alleen beter voor de CO2-uitstoot, maar hiermee blijf je ook onafhankelijk van plantages in het buitenland. Het gebruik van de Taylor-app vermindert samples omdat hij jouw specifieke maten kent. Het is daardoor duurzaam en persoonlijk. Het oriënteren en voelen van de stoffen is nu lokaal mogelijk. Op deze manier blijf je verbonden met je lokale ondernemer en support je een duurzame industrie.